voorstellen. Dank u wel. Heb je voor mij nog één kaartje of één verschouten? Nee, sorry mevrouw, de voorstelling is uitverkocht. Wat nou? Ik heb er maar één kaartje. Nee, er is echt helemaal niks meer. Eén kaartje nou. Dan zing, waar komt het geld van die pet vandaan? Het moet niet gekker worden. Zo, jullie zijn goed. Wakker hoor. Jee, ik ga er mijn orkestband bij aanzetten. Meer te doen, want ik was de grootste fan was van mij. De grootste fan van mij was Doe Maar. Dus ik had hieronder had ik Doe Maar zo onder mijn nagel zo. Ja. Dat was even niet zo slim, echt niet. Het is een jaar lang open huis geweest bij me. Ja, nou. Dus nou heb ik er niets achter laten zetten. Doe maar niet. Dan is hij trots op me, hoor. Doe ik hem eventjes kijken, want die ken ik pas sinds een paar weken. Dat ik hem echt wijd. Moet ik even kijken of ik hem goed wijd. Dan rek je hem helemaal. Ja, kijk eens even. Wat dacht je ervan? Wat dacht je ervan? Ja, nou. Heikneuters, die Zweedse heikneuters, die namen van die artikelen verzinnen, hè? Nou, dan kom je eindelijk op die bedafdeling, kinderbedjes. Nou, dan voordat je een verkoper hebt. Nou, die gingen zoeken in het boek. Welk kinderbedje bedoelt? Ja, we hadden niet echt goed gekeken. Welke was het ook weer? Oh, Brulbengel. Nou, kinderbedje Brulbengel hadden ze niet meer. Ze hadden nog wel kutkleuter. Dus ja, die hadden ze kutkleuter. Ja, moest een matrasje bij, weet je. Nou ja, we hebben toch het goedkoopste matrasje. Ja, maar je moet het leven met humor bekijken, mensen. En genieten, je moet genieten. Ik mag zelf graag genieten, maar ik zeg het ook, niet te veel drinken. Want ook met die cocktails, overal krijg je cocktailtjes aangeboden. Dat stond langs mijn urine brengen bij de huisarts. Toen zei hij nog, Erika, daar zit een olijfje in. Oké, jongens, Tineke is klaar voor de volgende scène. En actie. Ik hoor hier niet thuis, mafketel. Wat krijgen we nu? Het moet niet gekker worden.